Welkom bij de PCM Tutorials. Vandaag wil ik wat meer gaan vertellen over hoe eenvoudig ik via mijn menubeheer menuitems kan toevoegen, kan assignen en kan wijzigen en in verhouding tot modules kan aan of uitzetten. Nou, via de administratorzijde van onze Joomla website zien we binnen het controlepaneel de optie menubeheer. Laten we hierop klikken. Op dat moment zien we een overzicht van de desbetreffende Onderdelen binnen de menus. We hebben een main menu, een user menu, een topmenu, en andere en dergelijke andere menu-opties die zelf aan te maken zijn, waarin bepaalde menu-outers kunnen toegewezen worden en dat binnen de website gepositioneerd. Nou, laten we even kijken naar de voorzijde van onze website, hoe dat eruit ongeveer ziet. Als we op home klikken, zien wij een overzicht van bijvoorbeeld het main menu, wat een verzameling is met deze onderdelen erin. We zien een other menu, waarin de titel niet aanstaat, maar uit. En deze onderdelen erin, de key concepts met bepaalde onderdelen erin, het topgedeelte. En zo kunnen we er nog vele meer verzinnen. Laten we even kijken binnen het menu hoe dat erin ziet en hoe we daarin bepaalde onderdelen kunnen toewijzen. Nou, via modulebeheer klikken we op menu items. We zien trouwens tevens in dit scherm dat er vier artikelen gepubliceerd zijn. En dat hij toegewezen is aan één module. Dit is zeer handig qua statistieken om later bepaalde wijzigingen te kunnen doorvoeren. Maar laten we als eerste klikken op het desbetreffende main menu. Zoals we zien aan de linkerkant hebben we hier een overzicht van de desbetreffende menu-items. In één oogopslag zien we wat de naam is, de alias, of deze standaard op de frontpage wordt getoond, of die actief of inactief is. Wat de volgorde is en wat van toegangrechten hij heeft. Of die publiekelijk is of dat na inloggen hij pas zichtbaar is. Tevens zien we ook het type of het artikel is, of bij wijze spreken een component zoals weblinks of newsfeed. Nou, op onze frontpage zien wij op het moment dat we de website openen dat het artikel Home. Als eerste te zien is. Dat komt omdat hier een sterretje standaard staat gedefinieerd. Laten we deze nu aanpassen om te kunnen zien welk artikel wij als allereerste willen publiceren op onze website. We klikken op bijvoorbeeld Joomla License, klikken op Standaard, gaan terug naar onze website, verversen deze eenmalig en let op. Op dat moment wijzigt dat artikel niet van welkom to the front page, maar naar het desbetreffende artikel wat onder Joomla! License valt. Zo eenvoudig kunnen we op dat moment het een en ander toewijzen als standaard pagina. Dit kan hand, bijvoorbeeld handig zijn als we tijdelijk een bepaald item op onze voorstijden willen publiceren, maar niet alles willen wijzigen. Dit is tevens trouwens een nieuwe functie -tijd binnen Joomla! 1.5. Laat ik een voorbeeld geven hoe ik bijvoorbeeld een nieuw artikel kan toevoegen binnen mijn menu. Ik klik opnieuw, krijg op dat moment een overzicht van de desbetreffende mogelijkheden die erin zitten. In dit voorbeeld wil ik bijvoorbeeld gebruik maken van een artikel. Nou, zoals we zien kunnen we ook een interne link maken, bijvoorbeeld het component uh, Fireboard wat we hier zien. Polls kunnen we linken, gebruikers, een weblink functie van het component, externe linken. Nou, het biedt heel veel mogelijkheden in dit opzicht. Maar in dit voorbeeld wil ik artikelen linken. Klik op artikelen. En zien op dat moment een overzicht van die diverse mogelijkheden. Nou, de archivering van bepaalde artikelen, mocht dat dus een verzameling zijn van diverse artikelen en je wil ze daarin publiceren, dan kan dit. Een standaard artikel, een categorie, een frontpage artikel of een bepaalde sectie. Nou, sectie en categorie het zijn bepaalde verzamelingen. Die van toepassing zijn binnen Joomla, waarin je dus meerdere artikelen binnen bijvoorbeeld een bepaalde sectie kunt hebben. Nou, die sectie kan opverdeeld zijn in bepaalde subcategorieën die van toepassing zijn, waar ook meerdere artikelen binnen vallen. Maar dit zal in een andere tutorial aan bod komen. Ik klik op Standaard Artikellayout voor een eenmalig artikel te kunnen toewijzen, klik binnen de parameter basis op het desbetreffende artikel wat ik wil gebruiken. Op dat moment verschijnt er een pop-up scherm en we kiezen een willekeurig artikel door middel van een klik. Ik geef een link, titel aan, PCM, link, de alias, die erg verstandig is om te gebruiken voor search engine optimization, PCM, link, en geef aan in welk menu hij getoond moet worden. Nou, op dit moment hebben we gekozen vanuit mijn menu, maar we kunnen alsnog deze toewijzen aan een ander menu-item. Wat wel handig kan zijn. Of deze onderdeel moet zijn van een hoofdmenu, bijvoorbeeld Home. Op dat moment wordt hij namelijk getoond als een soort submenu. Of deze gepubliceerd moet worden, de rechten die hierbij horen en op het moment dat ik op de desbetreffende menu link klik. Of deze geopend moet worden binnen het scherm, in een nieuw scherm of in een nieuw scherm zonder de browserranden. Dat zijn de randen die hierbovenaan zichtbaar zijn. We klikken op toepassen. Opslaan. En op dat moment zien we in het overzicht onderaan verschijnt het artikel PCM-link. Laten we even kijken hoe dit eruit ziet aan de voorzijde van onze website. We verversen de website eenmalig en we zien aan de linkerkant een item toegevoegd. PCM-link. Met het desbetreffende artikel die van toepassing hierop is. Nou, laat ik nou even een stap verder gaan en kijken hoe eenvoudig ik bepaalde menu-items kan assignen. Kortom, het toewijzen van het artikel binnen het template. Dit doen we namelijk binnen Extensions en Modulebeheer. Binnen Extensions en Modulebeheer hebben we verschillende functionaliteiten die van toepassing zijn op de menus. Zo zien we bijvoorbeeld hier het item Main Menu. Laten we hierop klikken. Op dat moment zien wij een overzicht van de menu-items die van toepassing zijn wanneer deze geselecteerd is. Zo zien we dat het menu item main menu altijd getoond moet worden. We kunnen namelijk aangeven dat het menu item alleen getoond moet worden op het moment dat we bijvoorbeeld op een bepaalde link klikken. Nou, dat kunnen we doen door op bijvoorbeeld selecteren lijst te klikken. En we geven aan dat deze alleen maar zichtbaar mag zijn op het moment dat ik op home klik. Laten we even kijken hoe dat eruit ziet. Ik klik op opslaan. Ga naar de frontpage toe. Ik klik op Home en we zien dat deze een toepassing is. Stel nou dat we bijvoorbeeld aan de topmenu klikken op About Joomla, dan dus zien we op dat moment dat het menu-item Main menu verdwenen is. Om deze nou terug te kunnen halen, zijn er twee mogelijkheden. Eén, we gebruiken de website weer standaard, waardoor we hem op dat moment makkelijker kunnen zien, of we wijzen hem toe richting. De module manager. Laten we teruggaan naar de module manager en klikken op Main menu. En willen selecteren op dat moment bijvoorbeeld de combinatie van het topmenu waar we net zagen: About Joomla. Op het moment dat ik de controltoets inhoud en deze selecteer, zien wij op het moment dat we naar boven scrollen dat deze twee menu items van toepassing zijn. Klik ik op Opslaan, ga terug naar onze frontpage, ververs. Klik op een Joomla en we zien op dat moment weer terug verschijnen. Nou, dit was een hele korte introductie hoe ik met bepaalde menu-items om kan gaan, het toewijzen ervan en het maken van nieuwe artikelen binnen bijvoorbeeld een menu-item. Bedankt voor uw aandacht.